السلام عليكم ورحمة الله. Van harte welkom in de derde sessie over de levensloop van de profeet Mohammed, vrede zij met hem. De periode die de opkomst van de islam voorafgaat, staat bekend als de periode van al-Jahiliya, namelijk de periode van de onwetendheid. Wat wordt bedoeld met deze term? Al-Jahiliya. Heeft de onwetendheid hier te maken met het gebrek aan de kennis van het schrijven en lezen? Waarom wordt deze periode afgeschilderd als een periode van de onwetendheid? Wat zegt de Koran en wat vertelt de Koran ons over deze periode en over het begrip al-Jahiliya? Het woord al-Jahiliya is afgeleid van het Arabische stamwoord Jahila, dat betekent niet kennen, verliezen en zich brutaal gedragen. In de Arabische taal wordt een analfabeet die niet leest, noch schrijft, een jahil of een ummi genoemd. Dit wil zeggen een onwetend. Al-Jahiliya heeft niet te maken met deze betekenis, omdat de Arabieren verschillende soorten kennis en kunst tijdens deze periode produceerden, waaronder poëzie, proza, beeldhouw, kunst en architectuur. Bovendien kenden de Arabieren het schrijven tijdens de pre-islamitische periode. Ze schreven gedichten en ze hingen ze aan de muren van de Kaaba in Mekka. Waarom wordt de pre-islamitische periode beschouwd als een periode van de onwetendheid? Zoals we al hebben gezien, heeft de Arabische onwetendheid niet te maken met kennis. De Koran bestempelt de pre-islamitische periode als een periode van onwetendheid. Niet alleen op het niveau van het Arabisch Schiereiland, maar ook op het niveau van alle naties voor de opkomst van de islam. Gedurende die periode overheersten religieuze onwetendheid en dwaling als gevolg van afwijkingen van het ware geloof in de ene God. De islam kwam om die situatie te herstellen en ook om een einde te maken aan de religieuze onwetendheid. Volgens Sura al-Imran, de kinderen van Imran, vers 154, zijn de hypocrieten van Mekka leugenaars en twijfelaars, want ze bleven vasthouden aan de valse overtuiging van de onwetendheidperiode. Meer nog, de ongelovigen vroegen de profeet Mohammed in vers 50 uit Sura al-Ma'ida, de tafel, om de wet van al-Jahiliya te volgen, maar de Koran bevestigt dat er geen wet is dan die van Allah. In Sura al-Ahzab, vers 33, beveelt de Koran de vrouwen om hun schoonheid niet te vertonen zoals dat werd gedaan in de pre-islamitische periode van de onwetendheid. Ik zou in dit laatste deel van deze sessie stilstaan bij de kenmerken en aspecten van de Arabische onwetendheid tijdens de pre-islamitische periode.
En ik zal me beperken tot drie aspecten. Ten eerste vormden oorlogen, conflicten, wraak een essentieel onderdeel van het Arabische leven in die periode. Arabische stammen vochten tegen elkaar. Als voorbeeld de oorlogen of wanneer verschillende oorlogen, waaronder de oorlog van Dahis en Al-Ghabra, die 40 jaar duurde, de oorlog van Al-Basus en de oorlog van Al-Fujar. Ten tweede werden in die periode de vrouwelijke baby's vermoord door of in sommige Arabische stammen, want ze geloofden dat het meisje een symbool of een oorzaak van schandaal. Met de komst van de islam werd dat gruwelijk gedrag afgeschaft. Ten derde geloofden Arabieren in meerdere goden en aanbaden ze afgoden en gebruikten ze als bemiddeling tussen hen en de ene god. De Kaaba was stond toen vol van afgoden. Er waren 360 afgoden, zowel binnen de Kaaba als rondom de Kaaba. De Arabieren heiligden die afgoden, ondanks het feit dat ze wisten dat ze geen macht hadden. Als voorbeeld, sommige Arabieren maakten afgoden van eten en van dadels. En als ze voelden zich honger, aten die afgoden. Wassalamu alaikum, tot de volgende keer.